welkom bij deze nieuwe video. Vandaag weer een leuke testvideo, want ik heb vandaag weer allemaal nieuwe make-up van W7. Ik heb nieuwe en oude make-up, het is een beetje door elkaar heen, want ik ga vandaag een full face met alleen maar W7 make-up maken. Ik heb dus best wel veel make-up van hun gehad de afgelopen 2 à 3 weken. Een aantal dingen zijn nieuw en heb ik al geprobeerd. En een aantal dingen zijn nieuw en die zijn er nog oprecht echt nieuw en die heb ik nog helemaal niet geprobeerd. En ik heb een aantal make-upjes die ik al lang heb, ook al heb getest, maar die ik gewoon vandaag ook op ga doen. Omdat ik gewoon niet genoeg nieuwe make-up heb voor echt een full face. En ik wil wel echt een full face W7 doen. Dus het is een beetje alles door elkaar heen, maar de meeste dingen zijn nieuw. En ik heb daar nog niet over gepraat op mijn YouTube kanaal, dus het leek me vandaag leuk om deze video te maken voor jullie. W7 is heel betaalbaar. Als je het merk al kent, dan weet je dat al. W7 is ook gewoon te koop bij www.w7cosmetica.nl. Dat weten ook veel mensen niet. En ik heb een kortingscode en dat is korting10 en daarmee krijg je ook nog eens 10% korting op het gehele assortiment. Al mijn kortingscodes staan in de beschrijving onder deze video, mocht je korting willen op verschillende plekken. I got you! Nou, vergeet vooral niet alvast te liken en te abonneren op mijn kanaal, zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's per week, elke woensdag en zondag om 1 uur. En af en toe komen er ook extra video's, dus stay tuned en dan gaan we snel beginnen met de video. Nou, wat ook een beetje anders is aan de video van vandaag is dat ik mijn wenkbrauwen nog niet heb gedaan. Mijn vaste kijkers weten dat ik mijn wenkbrauwen altijd doe, überhaupt voordat ik de hele video begin. Maar ik heb vandaag ook iets nieuws voor de wenkbrauwen. Dit is een zeldzaam moment, want ik probeer nooit nieuwe dingen voor wenkbrauwen, maar ik heb deze al 1 keer geprobeerd. En dit is de W7 Stroke of Genius Microblade Brow Pencil in de kleur Dark Brown. En dit is dus een wenkbrauwpotloodje, die is maar 2,20 €. Hij is maar 2,20 €, mensen. Oh my god, je hebt alleen niet veel kleuren, iets van 3 kleuren. Ik heb de meest donkere kleur, Dark Brown. En er zit aan het einde een spoelie. Dat wil ik altijd. Dat vind ik altijd heel handig. En dan heb je hier het potloodje. Hij is super klein. Hij heet ook Micro Brow Pencil. Dus dit soort potloodjes gebruik ik altijd. Ik gebruik normaal die van Benefit of NYX. Maar die lijken echt precies op deze. Alleen zijn ze allebei duurder. Deze is maar 2,20 €. Dus vandaar dat ik er zo enthousiast over was. Ik heb hier al een aantal keer mijn wenkbrauwen mee gedaan. Volgens mij 2 of 3 keer. En ik vond hem echt prima. Dus ik vind het echt een heel handig wenkbrauwpotloodje voor een hele lage prijs, mocht je daar nog op zoek naar zijn. Ik creëer altijd eerst de vorm met zo'n soort potloodje. En dan als ik de vorm heb gemaakt, dan ga ik het een beetje inkleuren met poeder. Als ik dit met potlood doe, dan worden mijn wenkbrauwen altijd iets te hard. Vandaar dat ik inkleur met poeder in plaats van potlood. En dan met concealer maak ik het altijd onder mooi strak. W7 heeft ook een relatief nieuwe primer. Ik weet niet of ik hem al heb laten zien op mijn kanaal, maar ik heb hem al best wel vaak gebruikt. En volgens mij heb ik hem al wel een keer laten zien op mijn kanaal. De W7 Princess Potion Primer. Mensen, oh my god. Deze primer is €5,95 en hij ruikt zo lekker en hij brengt zo fijn aan. Ik doe hem altijd gewoon zo eerst op mijn hand een paar drupjes. En dan breng ik het gewoon aan op mijn hele gezicht. Het maakt je gezicht egaal. En het laat je make-up beter plakken op je huid. Nou, en dan komen we eindelijk bij iets wat ik nog niet heb geprobeerd. En dat is de W7 Genius Super Smart Cream Foundation in de kleur Natural Beige. Nou, je hebt hier maar 3 kleuren van. W7 is nooit zo heel goed met het aantal kleuren. Ik heb deze kleur niet uitgekozen. Deze is mij gewoon opgestuurd. Hij lijkt wel goed te zijn als ik hem zo bekijk. Je hebt ook dan daaronder heb je een spiegeltje met zo'n soort sponsje om het mee aan te brengen. Maar die ga ik niet gebruiken. Ik gebruik gewoon altijd mijn eigen sponsjes en kwastjes. Ik heb nog nooit in mijn hele leven zo'n cream foundation geprobeerd. Dus ja, ik ben echt benieuwd. Er staat verder ook niet op wat voor dekking die heeft of zo. Dus ja, we gaan gewoon kijken. Wat ik dus wil doen is aan één kant aanbrengen met een spons. En aan de andere kant met een kwast. Deze spons is van Queen Tarzi. En deze kwast is Sigma Flat Kabuki F80. En dan breng ik het gewoon aan. Nou, tot nu toe lijkt de kleur goed. Ik kan hem niet eens echt heel goed zien. Normaal kan ik echt goed zien van ik breng nou hier foundation aan. Maar deze, het is gewoon alsof je helemaal in mijn huid blendt. Ik kan hem niet eens goed zien. Ik heb het nou hier wel en hier niet. Je kunt echt zien dat het hier nou echt egaler is dan hier. Oké, ik vind het heel skin-like. Gewoon alsof het mijn eigen huid is of zo. Heel natuurlijk. Nou ga ik de andere kant aanbrengen met deze kwast. Oh, nou zie ik hem wel gewoon. Met die spons gewoon bijna niet. Mijn voorkeur gaat wel echt altijd uit naar een spons. Maar sommige foundations brengen nou gewoon eenmaal beter aan met een kwast. Dus vandaar dat ik het allebei probeer. Nou, ik heb hem nou helemaal aangebracht. Hij is niet geel genoeg. Mijn huidskleur is iets meer geel. Je kunt het ook hier goed zien bij mijn nek. Ik vond hem fijner aanbrengen met de spons. Maar ik kies eigenlijk bijna altijd voor een spons. Er zijn maar echt een aantal foundations die ik met een kwast aanbreng. Deze foundation is maar €4,30, by the way. Super goedkoop. Hij is heel natuurlijk.
Hij maakt alles heel mooi egaal en hij is heel natuurlijk. Hij heeft echt een medium lichte dekking. Dus dat vind ik allemaal heel positief. Het enige negatief is dat hij een beetje dikker is. Oké, dan concealer. Ik heb niks nieuws qua concealer. Dus ik gebruik gewoon mijn W7 Hideout Full Coverage Concealer. In de kleur Light. Deze heb ik al heel lang. Heb ik ook vaker geprobeerd. Is gewoon een super fijne concealer. Ik breng die weer aan met mijn spons. En dan gebruik ik mijn W7 Banana Dreams poeder om te gaan baken. Ik hoef denk ik niet meer aan jullie uit te leggen hoe geweldig ik deze poeder vind. Dit is nog steeds mijn nummer 1 betaalbare losse poeder. Ik vind deze echt geweldig. Even snel mijn neus een beetje contouren. En ook mijn gezicht een beetje contouren snel. En dan kunnen we weer verder. Oké, zijn we voor nu heel even klaar met het gezicht. Gaan we snel verder met de ogen. Ik ga eerst mijn oog primen met de W7 I Got The Power Primer. Ook deze gebruik ik al heel lang. En weten heel veel mensen al dat dit mijn favoriete oogschaduwprimer is. Aller tijden. Hij is echt geweldig. En ik doe hem echt over mijn hele ooglid. Over mijn hele oog. Tot aan mijn wenkbrauw. Gewoon overal waar oogschaduw komt. Oké, dan beginnen we met de ooglook. Ik heb geen nieuw oogschaduwpaletje. Dus ik ga gewoon de W7 On The Rocks paletje gebruiken. Deze is echt al lang te koop. En dit is echt een dupe van die ene van Anastasia. Ik vind deze kleuren heel mooi voor de herfst. Maar ik ga dus een feestelijke herfstlook maken. Ik heb ook hier nieuwe glitterpaletjes. Super mooi, er zijn super veel glitters. Ik heb ook nieuwe eyeliners in van alle soorten kleuren. Dus ja, ik heb hier genoeg om een leuke ooglook te maken. Oké, mensen, ik was al begonnen, maar de camera stond niet aan. Ik heb dus deze gele mosterdachtige kleur gepakt. Pina Colada. En met de Fluffy Quartz ben ik die hier in mijn arcade ook aan het doen. Ik gebruik dit als allereerste kleur, als transitiekleur. Dan pak ik de geel-oranje kleur ernaast. En die heet Bellini. En ik pak gewoon dezelfde kwast. En ik ga weer in mijn arcade ook. En ik maak weer allemaal van deze rondjes. Dan pak ik deze bruine matte kleur. Die heet Bloody Mary. En met een soort van platte Fluffy Quartz ga ik letterlijk in mijn arcade ook. Dus in die deuk hier. Ga ik over mijn hele ooglid echt van buiten tot aan binnen om het iets donkerder te maken en iets meer bruiner. En dan met die eerste kwast van het begin waar ik niks meer op heb gedaan, doe ik even de randen een beetje uitblenden zodat het niet zo hard blijft. Dan ga ik twee kleuren mixen. Ik ga deze Bordeaux paarse kleur mixen met deze hele donkere paarse kleur. Deze heet de Maraschino Cherry and Last Call. En met een klein penseelkwastje ga ik ze gewoon allebei aanbrengen. In mijn buitenste ooghoek in een soort van V. En ik ga weer eerst deppen en daarna pas uitblenden. Wat we dan gaan doen is een halve cut crease maken. Dit kun je gewoon doen met elke concealer die je hebt. Zorg er gewoon voor dat de concealer gewoon goed dekt en makkelijk meeblendt. Nou, de halve cut crease is gemaakt. Nou gaan we verder met de ooglook. Dan pak ik deze gouden glanzende kleur. Die heet Espresso Martini. En ik maak mijn kwast nat met MAC Fix Plus. En dan breng ik die kleur aan op mijn hele ooglid. Overal waar de concealer zit. Dan is het tijd voor de glitterpaletjes. Je hebt er dus drie. Je hebt de kleur All The Rage, dat zijn deze, een beetje paarse, roze kleurtjes en dat soort kleurtjes. Dan heb je het paletje In Vogue, dat is een beetje goud, rood, groen, bruin. En dan heb je het derde paletje Style Icon. En dit zijn een beetje de meer aparte kleuren, blauw, zilver, zwart en brons. Ik ga vandaag voor het paletje In Vogue, want ik wil deze hele mooie gouden kleur op mijn hele ooglid gaan doen. Ik heb dit paletje al een keer eerder gebruikt. Toen heb ik deze bruine kleur over mijn hele ooglid gedaan. Dat was een super mooie bruine smoky eye. Die staat ook op mijn Instagram. En ik breng het altijd aan met mijn H&M glitterlijm. Ik pak gewoon een beetje op mijn kwast en ik breng het aan op het gebied waar ik de glitters wil aanbrengen. En dan breng ik de glitters aan. Ik dep het gewoon op mijn oog en ik dep het op de plekken waar ik het gewoon wil. Oh my god, mensen, is dit niet echt prachtig? Als je houdt van glitters, vind je deze echt geweldig. En deze paletjes zijn maar €5,10 per stuk. Dat is ook nog eens super betaalbaar. Echt, I love it. Gebruik wel altijd lijm. Dan pak ik wel weer even deze donkerste kleur met die kleine fluffy kwast. Om het hier een beetje in te blenden met de glitters. Dan is het tijd voor de Petal to the Metal Glitter Eyeliners. Ik heb deze nog nooit gebruikt. Ik heb ze wel geswatcht. Die staat ook op mijn Instagram. En deze eyeliners zijn €3,85. Weer heel betaalbaar. En de kleuren zijn allemaal heel apart. Ze zijn een beetje allemaal van die holographic kleuren. Behalve deze gouden. Dat is de enige beetje normale kleur. Voor de rest is het allemaal een beetje holographic-achtig. Nou, ik ga onder mijn ogen groen doen. Dus ik wil boven ook een beetje iets terugbrengen van het groene. Dus ik pak de kleur Green Goddess. Dit is dus een groene holographic. En ik ga hiermee een lijntje maken op de cut crease lijn. Ik vind het wel iets hebben. Normaal zou ik dit zo nooit hebben gedaan. Normaal had ik dan echt de kleur goud gepakt. Maar ik vind het groen ook wel leuk. Het maakt het toch een beetje
anders. Oké, dan mascara. Ik heb echt een hele aparte mascara. Ik weet niet wat ik hiervan vind. Echt jongens. Dit is de W7 Glitter Flash mascara. Je hebt hem dus in het zilver en in het goud. En ik ga dus vandaag voor goud, obvious. En ja, ik weet het niet hoor. Ik heb dit zo nog nooit geprobeerd. Kijk hoe goud het is. Moet je dan eerst normale mascara doen en dan deze of gewoon eerst deze? Ik denk dat je gewoon meteen met deze in kunt gaan. Ik ga het gewoon aanbrengen. Ik ben benieuwd. Ik heb toch amper wimpers. Dus als het niet mooi is, ik ga toch neppen opdoen. Dus whatever. Maar ik wil gewoon even kijken hoe dit dan staat. Oké, nou ik heb hem hier gedaan, maar ik zie echt helemaal niks. Ik ga het anders doen. Ik ga bij dit oog eerst normale mascara doen. En dan ga ik er overheen met deze. Misschien dat je het nou dan wel ziet. Nou mensen, je ziet echt bijna niks. Je kunt hier een beetje een klontje zien, maar... Nee, deze mascara doet echt niks. Ik heb ook nieuwe wimpernaam van W7. Deze heb ik ook nog nooit geprobeerd. Dit is dus een doorzichtige en dit is een zwarte. En deze zijn maar €3,15 per stuk. Ik gebruik altijd een zwarte, dus ik ga deze ook proberen vandaag. Ik ga het gewoon even aanbrengen op mijn wimpers en dan die opdoen. En dan kijken wat ik ervan vind en dan kom ik zo terug. Nou, mijn wimpers zitten vast. Ik heb dus de zwarte gebruikt. Hij heeft zo'n soort applicator. Ik vind deze applicator zo wel echt fijn, want dan kun je het gewoon makkelijk aanbrengen. Hij... plakt gewoon, maar ik moet wel zeggen, hij plakt niet zo goed als de lijm die ik normaal gebruik. Normaal gebruik ik de zwarte lijm van Duo. En dan voel ik ook echt dat ze gewoon echt vastzitten op mijn oog en echt goed vastzitten. Terwijl deze... Oh my god, hij is gewoon ook helemaal aan het lekken en shit. Terwijl hij is gewoon goed dicht. Oké, ik vond hem al niet zo, omdat ik toch voel dat mijn wimpen niet echt heel goed vastzit. En hij lekt helemaal? Nee. Vooral omdat ik mijn lijmen ook altijd meeneem onderweg. Als dit zo open zou gaan in mijn tas, was ik niet blij geweest. Ik pak eerst deze groene donkere kleur. Die heet Magnum. En met een klein penseelkwastje breng ik die aan op een hele onderste wimperrand. En dan pak ik de iets lichtere, felle kleur groen. Die heet Martini Olive. En met dezelfde penseelkwast ga ik er gewoon overheen om het iets meer... feller groen te maken. Dan pak ik even een bruin oogpotlood voor in mijn waterlijn. Ik had hier liever een groene kleur gedaan, maar ik heb geen groen oogpotloodje. Ik heb überhaupt geen groen potloodje. Oké, ik ga nou iets doen wat misschien echt heel extra is, maar ik ga het toch gewoon doen. Ik pak van dit paletje, dit is de Invoke paletje gewoon weer. Pak ik de groene kleur en die ga ik ook een beetje aanbrengen op mijn onderste wimperrand. Maar op mijn ooglid heb ik echt veel aangebracht en heb ik er echt op gedrukt. Terwijl nu ga ik er gewoon een beetje onder swipen en gewoon heel lichtjes aanbrengen. Dat het gewoon een heel klein beetje glittert, niet zoveel als boven. En ik doe dit ook gewoon met dit penseeltje. En ik breng daar ook geen wimperlijm aan, omdat ik maar echt een heel klein beetje doe. Kijk, ik heb echt maar een heel klein beetje gedaan. Niet too much. Boven is wel heel veel, maar beneden maar een heel klein beetje. Ik vind dat dit wel kan. Het is gewoon lekker feestelijk. Ik ga nu een beetje mascara doen op mijn onderste wimpers. Nou, dit is dan de hele afgeronde ooglook. Het is lekker heftig. Ik vind het echt ideaal voor de feestdagen met kerst en zo. Als je gewoon full glam wilt gaan, is het echt... de ooglook voor jou. Nou, dan ga ik heel even snel mijn gezicht bronzen. Ik heb geen bronzer van W7, dus ik gebruik even snel mijn Max & More mat poeder in de kleur Soft Cashew. Deze is dus gewoon van de Action en echt super fijn. Ik vind hem echt heel mooi. Nou, ik heb hier dus drie nieuwe blush paletjes. Dit zijn de Triple Thread blush paletjes met dus drie kleurtjes. En deze zijn slechts €4,30 per stuk. Ik heb hier de kleuren Ready, Set, Go. Heel mooie kleurtjes. Ik heb hier de kleurtjes Live, Laugh, Love. En ik heb hier de kleurtjes Lights, Camera, Action. Ik kan maar één blush opdoen, obvious. Dus ik ga voor de blush Live, Laugh, Love. In elk paletje zijn er dus twee mat en eentje glanzend. Ik ga nou voor deze, omdat deze het meest alledaags is. En omdat mijn ooglook zo heftig is, wil ik de rest toch iets meer normaal houden. Oeh, er komt meteen heel veel vanaf. Oh my god, hij is echt veel heftiger. Kijk hoe heftig die is op mijn wangen en hoe normaal die is in het paletje. Oh my god, oké. Ik wilde hem dus niet zo heftig. Het is echt te veel, maar als je dus te veel blush op doet, is het handig om er een huidskleurpoeder overheen te doen om het dus iets minder te maken. En ik heb hier nog iets nieuws. De W7 Micro Matte Fix Poeder. Dit is dus een matte poeder in een huidskleur. En ik heb de kleur medium. Deze is ook nieuw en heb ik nog nooit geprobeerd. Ik ga deze gewoon met een hele grote fluffy kwast aanbrengen over mijn hele gezicht. Hopelijk wordt dan de blush ook iets minder. Deze poeder heeft heel mijn huid zo raar roze groot gemaakt. En de blush is ook niet echt minder ofzo.
Oké, deze is voor mij ook een nee. Ik heb hier twee nieuwe cream highlighters. Oh, alsjeblieft, laat ze mooi zijn. Anders kunnen deze echt de look verpesten. Want het zijn twee holographics. Dit is de kleur Rocket Fuel. Die is een beetje goud holographic. En dan heb ik hier de kleur Total Eclipse. En die is een beetje meer roze holographic. Ik ga voor de gouden. En deze zijn €5,75. Ik ga gewoon eerst een beetje op mijn hand aanbrengen. Ze zijn dus echt heel glitterig. Nou ja, ik hou van glitterig. Dat kun je al zien aan mijn ogen. Oh my god, dit is zo mooi. Zal ik gewoon een andere kleur op mijn andere wang doen? Whatever. Nou zijn we toch bezig. Nou, je kunt wel echt het verschil zien. Eentje is meer goud. En die andere die nou naar beneden aan het druppelen is, is meer roze. Dan ga ik nou de meer roze aanbrengen. Ze voelen ook echt een beetje aan als olie. Ik vind deze mooier. Deze is ook echt meer druppelig ofzo. Terwijl die andere die blijft gewoon zo vast op zijn plek. En ik voel het ook echt op mijn huid. Er is echt een verschil qua formule. Wat apart zeg. Ik vind deze echt niet zo. Oh kijk, hij maakt echt gewoon een plekje op mijn huid. Hij haalt ook een beetje foundation weg. Terwijl deze is gewoon mooi op mijn huid. Lekker leuke glitters. Dan heb ik hier de W7 Life's a Peach Cheek and Face Palette. Hier heb je dus ook een oogschaduw paletje van. En zo ziet hij eruit. Er zijn drie blushes en twee soort van highlighters. Maar ik denk dat je ze ook gewoon als blush kunt gebruiken. Het zijn hele mooie kleuren. Ik heb de blushes niet gebruikt omdat ik dus eerst deze wilde proberen. Maar ik ga deze proberen als highlighter. Dit is de kleur Bonita. Ik weet niet of je misschien te oranje gaat zijn of zo. Misschien is het toch gewoon meer een blush. Ja, het is echt meer een blush. Nou is gewoon mijn cheekbone oranje. Oké. En dit paletje is maar €8,30. Ook dat is weer heel goedkoop voor 5 blushes. Nou, dan is het tijd voor de lippen. Ik heb weer een aantal dingen. Ik heb hier lipmaskertjes in 4 kleuren. Ik heb hem in de kleur en geur vanille. Ik heb hem hier in appel. Ik heb hem hier in grapefruit. En als laatste heb ik ook nog berry. Dit zijn lipmaskertjes voor als je gaat slapen. Voordat je gaat slapen kun je eentje opdoen. En dan blijft hij gewoon de hele nacht op je lippen. Waardoor je lippen worden verzorgd. Ik heb dit vannacht getest. Ik heb vanille geprobeerd. Zoals je al kunt zien heb ik er al een hapje uitgenomen. En ik moet zeggen, ik heb altijd hele droge lippen. Dus alles wat er bestaat voor de lippen wilde ik proberen. Zodat ik gewoon wat minder droge lippen heb. En ik moet zeggen, ik werd echt wakker. En mijn lippen waren echt heel zacht. Mijn lippen waren gewoon lekker zacht. Lekker verzorgd. Dus ik raad deze echt zeker aan. Je hebt ze dus echt in 4 varianten. Ik vind hem echt geweldig. Dan heb ik hier de W7 Hot Shot Lip Gloss. Zoals je al wel kunt zien. Deze is helemaal rood. Helemaal heftig. Dit is dus een lipplumper. Mensen, echt, ik heb deze vaak opgedaan. En als je het doet, echt heel je lippen verbranden gewoon. Dus als je echt wat dikkere lipjes wilt en echt iets zoekt wat toch een beetje werkt, ik raad echt deze aan. Wat wel echt de truc is, is breng hem iets boven je lip aan. Echt op die rand. En hij is maar €3,70. Echt geweldig, mensen. Nou, om de look even snel af te maken, gebruik ik de W7 Velvet Secret Liquid Lipstick. En dit is in de kleur Marbella, een hele mooie nude kleur. Nou, ik vond het echt zo leuk om deze video te maken, want alles is weer lekker betaalbaar. Dit is een hele heftige full glam look voor zulke lage prijzen. Ik vind het echt ideaal. Nou, over het algemeen ben ik heel blij met bijna alle make-up producten. Alleen, wat vond ik minder vandaag? Wat ik minder vond was de mascara's. Tenminste, ik heb deze opgedaan, er kwam gewoon letterlijk niks vanaf. Deze matte poeder maakte mijn gezicht alleen maar zo raar bruin-roodachtig. Ook niet mooi. Deze foundation is te cakey. Ik weet het nu al. Ik hoef niet eens te wachten tot het einde van de dag. Hij is te dik op mijn gezicht. Terwijl de dekking is niet echt volledig. Het is een medium lichte dekking. Maar toch is hij heel dik. En ik had het al meteen door. En ja, echt mijn gezicht werd alleen maar meer cakey en cakey. En dat is niet wat je wilt. En dan deze liquid highlighter. En dan specifiek in de kleur Total Eclipse. Want die andere vond ik wel mooi. Maar deze, echt de winnaars van vandaag zijn deze glitterpaletjes. Wauw, wauw, wauw. Kijk hoe mooi. Je krijgt echt wat je ziet. En al deze lipmaskers. Deze zijn zo fijn voor de lippen. Echt mensen, I can't. Oh, en de wimperlijm was ook echt een no-no voor mij. Al met al ben ik vooral blij met de ogen. I really like it. Dus ja, vond je de video leuk? Vergeet vooral niet alvast te liken en te abonneren. En ik zal alvast hier weer 2 video's neerzetten die je kunt gaan kijken nu meteen. En je kunt hier klikken om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!